Is Ajax van de roze wolk af? Ja, als je na de afgelopen dagen bekijkt wel, dan kun je het wel zo stellen. Alhoewel ze daar ook niet van willen spreken hier. Afgelopen was het woensdag in Dortmund, direct na afloop tijdens de persconferentie, was het daarna ook al heel kritisch over de eerste helft bijvoorbeeld in Duitsland. Dus het was niet zo dat ze zichzelf echt waanden in een geweldige vorm. Maar als je 0-0 speelt voor de tweede keer op rij in de Eredivisie, na Heracles vorige week, nu thuis tegen Go Ahead Eagles. Ja, dat laten we zien dat er genoeg kopzorgen zijn bij Ajax. Nou, uiteindelijk creëren we natuurlijk nog wel een paar 100% kans ook. Maar ook op die momenten, ja, dan missen we de hongerigheid om die goal te maken. De bal, bij wijze van spreken, dwars door net te schieten. En die vastberadenheid, die zit er op dit moment niet in. En daar moeten we heel snel mee aan de slag en veranderen. Want anders blijven dit soort wedstrijden blijven moeilijk. Het is heel raar als je naar de ranglijst kijkt. Slechts 2 tegengoals, maar al 9 verliespunten. Zelfs Feyenoord heeft minder verliespunten momenteel. Ja, precies. We vroegen er ook net na tijdens de persconferentie aan Ten Hag van ja, hoe ziet hij dat nou? En zei hij ook van nou ja, het geeft alleen op die manier een beetje moed dat de taken verdedigend goed worden uitgevoerd, dat het niet in één keer open ligt. Ja, dat is inderdaad een positief punt. Maar de andere kant is wat je zegt, na 12 wedstrijden, 4 wedstrijden niet gewonnen. En dan met dit doelsaldo is het natuurlijk krankzinnig dat je al 9 verliespunten hebt. Dus nee, dat is absoluut wel een teken van aandacht en wel een probleem voor Ajax. Ja. Ik heb wel enig idee, want dat mentale probleem van hongerigheid, vastberadenheid, dat lijkt me ook misschien wel het lastigste voor een trainer. Ja, maar uiteindelijk is dat je job, hè? Om de ploeg te pushen. Hè? Maar daarbij heb ik ook een aantal spelers, hè? Die zullen elkaar op wat dat betreft de waarheid zeggen. En die zullen ook de anderen mee gaan nemen en de anderen pushen. Die weten wat er voor nodig is om aan het eind met die schaal te staan. En ja, die zullen daar zeker op een niet dubbelzinnige wijze ook vertellen. Het is zo'n groot verschil of je Ajax ziet in Dortmund, of nou, laten we zeggen de thuiswedstrijd tegen Dortmund was natuurlijk helemaal maximaal op dat vlak. Of je ziet ze vorige week in Almelo, ja, toch waarschijnlijk ongeïnspireerd daar rondlopen. Nu was het vanavond niet ongeïnspireerd. Eagles moeten we ook absoluut zeggen, Go Ahead Eagles had het echt uitstekend voor elkaar. Hoe zij de organisatie hadden neergezet was echt perfect. Ajax kon geen moment even makkelijk tussendoor combineren. Ja, dan moet Ajax met die kwaliteit in de selectie een plan B gaan verzinnen of iets anders gaan verzinnen om toch er doorheen te komen. Ja, en dat lukte veel te weinig. En dan zie je de spelers die we afgelopen woensdag, waar we heel positief over zijn geweest. Neem een Anthony bijvoorbeeld, met 3 assists een paar dagen geleden in de Champions League. Ja, was vandaag geen schim van de Anthony van tegen Dortmund. En dat grote verval tussen spelers individueel, maar ook als ploeg. Nou ja, nogmaals, dat zorgt wel voor problemen ook bij Ten Hag. Want die zegt ook, ja, hier moet ik ook mee bezig gaan als trainer. Ik moet hier wel over na gaan denken, hoe krijg ik dit mentale probleem eruit? Want ja, op deze manier is het verval gewoon te groot. Ja. Wij proberen elke speler scherp maken, maar ik denk wij hebben 29 schot aan doel. Wij hebben soms kansen, maar ik denk wij met onze kwaliteit wij moeten hebben meer en meer en het is niet mogelijk om 0-0 te spelen. Ze zeggen altijd, een beetje clichématig, kampioen wordt tegen de kleintjes. Dit zijn wel hele dure punten misschien. Jawel, maar ja, weet je, uiteindelijk gaat het om die 34 wedstrijden. En dit hele rare, dit is een heel raar derde blok geweest van het seizoen. Ze hebben uitstekende wedstrijden gespeeld. Hè. Dortmund 2 keer verslagen, PSV thuis met 5-0 verslagen. Maar goed, tussendoor wel bij Heracles en tegen Eagles 4 verliespunten opgelopen. Dus dat laat ik wel zien dat daar wel heel veel winst te boeken valt voor Ajax. Dus dat maakt het ook wel een beetje, nou ja, mysterieus wil ik niet zeggen, maar moeilijk om een vinger erachter te krijgen. Je kunt niet zeggen dat de kwaliteit in de selectie te zwak is. Nee, want ja, dan sta je niet met 12 uit 4 in de Champions League en plaats je al na 4 speelrondes voor de 8e finale van het hoogste podium. Ze hebben ook in de Eredivisie dit seizoen vaak genoeg wedstrijden gespeeld waarin ze wel een verdedigende tegenstander kapot konden spelen. Dus ja, daar ligt het niet aan. Het zit toch op een andere manier. Het is ook niet dat je naar blessures kan wijzen of schorsingen kan wijzen. Nee, de selectie is gewoon breed. Dus daar ligt het ook niet aan. Dus het is, je merkt gewoon dat het toch, inderdaad, dan kom je toch op het mentale uit. Nou ja, en daar kan ik Ten Hag wel in volgen. En daar zit vooral het probleem. En dan zijn het dure punten. En dan zie je dat Feyenoord in verliespunten nu
bovenaan staat als de inhaalwedstrijden winnen. Dat PSV, die al heel veel zorgen hebben gehad, heel erg bekritiseerd is, los van wat je daarvan vindt. Die hebben gewoon ook net zoveel verliespunten als Ajax. Dus het laat in ieder geval zien dat er een mooie titelrace waarschijnlijk aan zit te komen. En dat mag Ajax zichzelf wel kwalijk nemen, want die hebben toch wel veel onnodige punten laten liggen tot nu toe. Ja, de laatste tijd is het wel zo dat plan A vaak goed lukt bij Ajax. Is het misschien ook een beetje het ontbreken van een goed plan B bij Ajax? Ja, dat is de eeuwenoude discussie bij Ajax hoor. Ik weet dat destijds bij Peter Bos ging het daar ook heel erg over. Hè? Dat was toen met de Europa League finale tegen United. En toen zei hij zegt altijd dat je moet zorgen dat plan A zo goed is dat je plan B niet nodig hebt. Nou, dat was Bos. Dan hadden ze een ander type trainer die denkt echt wel na over plan B. Maar je moet ook een beetje geluk hebben met de spelers die invallen, die het laten zien. Nou ja, pak vanavond. Darami kwam erin, liet het totaal niet zien. Danilo kwam erin, ook ongelukkig. Neres voor Anthony. Ja, Neres kon ook niet heel lang gespeeld. Kwartiertje denk ik, volgens mij zoiets. Ook niet echt zijn stempel drukken. Ja, kijk, dat geluk moet je ook een beetje hebben. Want kijk, schiet Danilo die kans er wel in. Wenn ze met 1-0 zeggen ze, oh, plan B. Danilo staat als pinchhitter te klaar. Dus Ten Hag even probeert om opportunistisch te gaan spelen natuurlijk. Tadić dichterbij, Haller laten spelen. Darami vanaf links erbij met zijn snelheid. We weten dat we dat beter moeten en we weten ook dat we het kunnen. He, in ieder geval, we hebben al laten zien dat we vaak goed kunnen voetballen. He, maar wil je kampioen worden, dan komen inderdaad ook een aantal mentale factoren weer om de hoek kijken, die beslissend zijn.